Vaak zijn mijn onderwerpen niet-menselijke dieren of natuurlijke processen. Het zijn altijd soort van interacties tussen mijzelf en de wereld. Ik gebruik de term democratisering, waarin ik dus alle bestaande hiërarchieën bevraag en omgooi en dan kijk wat voor verhalen er zich ontvouwen. En zo gaat het natuurlijk ook voor de tentoonstelling. Het gaat om de dynamiek tussen mij, de bezoekers, de kunstwerken onder elkaar, maar ook de mensen die in het museum werken, het gebouw, de buitenwereld. In het begin van de tentoonstelling zijn de werken samenwerkingen tussen mij en andere dieren. Daarin laat ik bijvoorbeeld dat werk Koet zien, waarin meerkoet een nest bouwen van mijn persoonlijke spullen. Maar ook die Others, picknickkleed wat opgegeten wordt door bosdieren. En een ander werk wat niet de hele tijd zichtbaar gaat zijn misschien is For the Birds. Vogelzaad wat ik op bepaalde stukken van het glazen dak van het museum wil aanbrengen. Ik vind licht heel belangrijk, dus ik wil geen kunstmatig licht in de tentoonstelling. En dan is het idee dat vogels komen en de hoeveelheid licht ook bepalen, doordat zij zaad gaan eten en daardoor komt er meer licht in de ruimtes. En langzamerhand verandert in de tentoonstelling het thema een beetje, omdat ik steeds meer op de achtergrond verdwijn. En werk nummer 20 is eigenlijk een hele tentoonstelling binnen de tentoonstelling. Met tientallen kunstwerken die niet ik heb gemaakt, maar die gemaakt zijn door niet-menselijke kunstenaars. Dus het zijn objecten gemaakt door de wind of door honden, katten, schimmels, etc. Dus het zijn allemaal dingen die ooit door de mens gebruikt en gemaakt zijn. Wij interpreteren de natuur, maar de natuur interpreteert ons ook. Ik ben niet een kunstenaar die komt met een paar schilderijen en die ophangt en dat het dan klaar is. Mijn processen zijn heel rommelig. De objecten die je ziet zijn in mijn perspectief een soort van documentatie van het proces. Heel veel dynamiek tussen mij en het museum is niet direct zichtbaar in de tentoonstelling, maar voor mij wel onderdeel van het werk. Ik heb heel veel objecten geleend van andere museumcollecties, maar ook van mensen die dingen verzamelden. Plastic zakjes kapot gekauwd door muizen bijvoorbeeld, of kraaiennesten gemaakt van kleerhangers. Dus dat is voor het museum ongebruikelijk om voor dat soort objecten bruikleencontracten te maken. De schoonmakers van het museum werd gevraagd om al het stofzuiverstof te bewaren. Dat wordt omgezet in een parfum. Dus die geur van de vorige bezoekers, die blijft te ruiken. Daarmee wordt het museum ook onderdeel van het werk. En de medewerkers worden ook co-auteurs van het werk. De bezoekers worden co-auteurs en medewerkers van het werk. De vogels die buiten het museum zijn, worden onderdeel van het werk. Alles wat een onderdeel van mij is, is ook een onderdeel van jou. Dat gaat natuurlijk terug naar de gedachte dat we allemaal sterrenstof zijn, dat alle componenten in ons lichaam ouder zijn dan de wereld zelf. En hoe conflicterend dat is met het hele idee van kunst en eigendom. Die processen die zijn er allemaal al. Het is meer een manier van kijken